zoals Adelinde en Jerich Parsifal. Zo zie je ze weinig. De combinatie van twee uitzonderlijke persoonlijkheden. Twee topsporters die elkaar vonden en samen, vanuit het niets, het hoogste behaalden. Op Indoor-Brabant ziet het grote publiek deze unieke combinatie voor het laatst. Jerich Parsifal wordt dit jaar 20. De winnaar van de wereldbeker, het paard dat op het EK in Windsor een wereldrecord liep en goud won, neemt op Indoor-Brabant afscheid van de sport. De allereerste keer dat ik Parsifal zag, toen was hij heel onstuimig. En alle keer dat ik erop zat, toen ging ik van links naar rechts door de bak heen en alle kanten op. Maar ergens voelde ik drie passen waarvan ik dacht, wauw. Dan begin je eraan en dan blijkt dat in het begin nog niet zo heel makkelijk te zijn. Want hij was overal bang voor. Als er iets ritselde, dan was ik weg. Als er iemand nieste, dan was ik weg. Dus dat was nog niet zo makkelijk. Toen ik naar Valstebo ging, toen gingen we inderdaad gewoon met een normaal autootje en een normale trailer. Wat eigenlijk prima ging. En wij kwamen aangereden en er stonden allemaal hele grote vrachtwagens. En wij wilden daar natuurlijk tussen parkeren, want we moesten parkeren. En toen werden we eerst nog weggestuurd, want nee, jullie waren niet van de internationale. Jullie moesten maar ergens anders parkeren. Ja, maar we gaan toch wel internationaal starten. Dus oké, nou ja, vooruit dan maar. Er zijn zoveel mensen geweest die mij in al die jaren gevraagd hebben. Weet je, heb je er nooit spijt van dat je hem niet verkocht hebt? Waarom heb je hem nooit verkocht? Weet je, ik kon natuurlijk veel geld verdienen eraan. Ja, maar je verkoopt je maatje toch niet? Dus dat is hij echt voor mij. Jerich Parsifal. Het paard waar Adelinde Cornelissen alles voor over had. En dat alles teruggaf aan Adelinde om haar te lanceren naar de wereldtop. De rode ridder van Adelinde Cornelissen gaat nu genieten van zijn pensioen.